Dag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 27 februari. En vandaag ga ik dus weer een weekkaartje voor jullie trekken. En dat zal ik doen uit de deck van Kyle Gray, Angel Prayers. En ik zal dus een weekkaart voor jullie trekken en ook nog drie keuzekaartjes. Maar we zullen dus beginnen met de weekkaart. En eens kijken welke weekboodschap de engelen voor ons hebben voor vandaag. Dat kaartje trekt mijn aandacht, dus ik ga dit kaartje nemen. En dat is, excuseer, dat is deze. Spirituele haven, aartsengel Raziel. Dankjewel, lieve aartsengel Raziel, om mij te helpen om mijn haven en talenten te channelen. Dus deze kaart heeft het dus over je spirituele haven en talenten. Het kunnen dus je spirituele haven zijn, maar het woord talenten heeft mij ook het gevoel dat het dus over je talenten kan gaan, die dus kunnen spiritueel zijn of niet spiritueel. Maar het gaat er dus om dat je dus aan de wereld gaat tonen waar je goed in bent. En misschien ben je een beetje bang om je talenten of je haven aan de wereld te tonen. Misschien ben je bang voor de reacties die je zult krijgen. Of misschien ben je bang voor kritiek. Misschien heb je in het verleden ook nog kritiek gekregen als je iets probeerde, waardoor je dus nu een beetje angstig bent om je talenten te tonen aan de wereld. Maar deze kaart is echt wel een aanmoediging eigenlijk. En er zijn altijd mensen die gaan kritiek hebben of die iets niet goed zullen vinden. Maar er zijn ook genoeg mensen die echt wel met je resoneren. En die zullen dankbaar zijn dat jij je haven of je talenten aan de wereld toont. Dus het is echt wel een aanmoediging van de aartsengel Raziel hier. En ook van je engelenteam, je spiritteam, je beschermengel, noem maar op. Misschien ook van overleden dierbaren die dus je willen een duwtje in de rug geven. En die dus zeggen dat je echt mag, echt mag gaan voor je doel. Dat je echt alles wat je in je hebt en wat je kunt delen met de wereld, dat je dat echt mag gaan doen. En ja, dat kunnen inderdaad je spirituele haven zijn. Misschien denk je van jezelf dat je het niet in je hebt. Maar iedereen heeft dat in zich. Iedereen heeft een spirituele kant. We staan allemaal in verbinding via het kroonchakra met de lichtwereld. De ene is er zich van bewust, de andere niet. Dat is allemaal goed. Maar echt wel, als je dus verder gaat oefenen of contact maakt met de engelen, met die hitsen, als je bepaalde cursussen gaat volgen, noem maar op, doe wat je intuïtie in heeft en doe wat er op je pad komt of wat je wilt gaan doen. Je mag dit echt gaan delen met de mensen en je mag ook, het kan ook zijn dat je daar echt wel heel veel mensen steun zult doorgeven en ook heel veel mensen zult helpen. Dus waarom zou je het niet doen? En je talenten, die mag je tonen. Het gaat er niet om wat het ook is, ook al is het een hobby. Doe het in de eerste plaats voor jezelf, omdat je er plezier aan beleeft. Maar deel het ook met andere mensen. Misschien kan je er zelfs je beroep van maken. Dat kan natuurlijk ook. Dus toon wat je in je hebt, toon je haven, toon je talenten aan de wereld en doe het in de eerste plaats voor jezelf. En waarom doe je het voor jezelf? Omdat je het leuk vindt en je er plezier aan beleeft. Dus dat is wat de weekboodschap zegt voor de komende week. En dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Dus waar jullie dan ook weer kunnen uit gaan kiezen. Ik heb al kaartje nummer 1 gekregen, nu heb ik kaartje nummer 2 en nog kaartje nummer 3. Ik kreeg er 4 vandaag, dus 4 kaartjes. Dat is ook goed natuurlijk. We hebben kaartje nummer 1.
kaartje nummer 2. Het is wel een beetje veel om vast te houden. Naar kaartje nummer 3 en kaartje nummer 4. Dus kaartje nummer 1, kaartje nummer 2, kaartje nummer 3 en kaartje nummer 4. Dus welk kaartje trek je nu het meeste aan? Welk kaartje wil jij gaan kiezen? Het kunnen natuurlijk ook meerdere zijn. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar kies dus het kaartje dat je het meeste aantrekt. Oké. Dus we gaan beginnen met het eerste kaartje en dat is deze. Connect jezelf met muziek. Dankjewel, lieve engelen, om mij te inspireren door muziek. Dus het kan dus zijn dat deze kaart erop wijst dat, dat je dus misschien een bepaalde boodschap zult ontvangen of hebt ontvangen via muziek. Dus misschien heb je een bepaalde tekst gehoord waarvan je denkt dat het dus een boodschap voor je is, omdat het echt wel met je resoneert. Maar misschien twijfel je nog een beetje en denk je, het zal wel mijn verbeelding zijn dat dat een boodschap is. Deze kaart is dus een bevestiging dat het dus echt wel een boodschap is die je hebt ontvangen. Het kan ook zijn dat je die boodschap nog zult ontvangen. Misschien hoor je ergens op een bepaald moment een tekst. Of je hoort een lied die een bepaalde herinnering heeft aan iets. En dat kan dus een boodschap bevatten. Engelen geven vaak boodschappen door via muziek. Het is ook een manier dus om boodschappen door te geven. Net zoals bijvoorbeeld... zoals je bijvoorbeeld veertjes ziet of munten. Of misschien lees je een bepaald boek waar een stukje tekst in staat. Of dubbele getallen, noem maar op. Maar muziek is zeker ook een manier dus om boodschappen door te geven. Muziek voor mij staat ook altijd voor vrolijkheid. Dus misschien mag je wat meer luchtigheid en wat meer vrolijkheid in je leven brengen. Maak van het leven een feestje, dans, zing, heb plezier, lachen ook. Het verhoogt allemaal je vibratie en het is allemaal heel goed voor je gezondheid. Dus probeer even het negatieve nieuws dat we echt heel veel horen de laatste tijd. Eigenlijk is er altijd heel veel slecht nieuws, dus probeer... dat allemaal eens van je af te gooien. En probeer die negativiteit eens los te laten. En maak eens echt plezier. We leven om van het leven te genieten. Dus deze kaart vraagt je om echt wel wat meer te gaan genieten. En wat meer luchtigheid in je leven te brengen. Het kan ook zijn dat deze kaart een aanwijzing is. Dat je dus misschien... met muziek aan de slag mag gaan. Misschien heb je dat in gedachten om een bepaald muziekinstrument te leren of te gaan zingen, te gaan dansen. Dat kan natuurlijk ook. Dus deze kaart is dan een bevestiging dat je dat mag gaan doen. Doe je dit al, dan is dit een bevestiging dat je ermee mag doorgaan natuurlijk. Dus dat is kaartje nummer 1, dus boodschap nummer 1. Dan hebben we kaartje nummer 2 en dat is deze. Een vredevolle strijder. Aartsengel Ariel. Dankjewel, lieve aartsengel Ariel, om mij te helpen om mij te verdedigen in vrede. Ja, een vredevolle strijder. Ja, hoe ben je nu een vredevolle strijder? Want als je het woord strijder hoort, dan denk je aan iemand... Die strijd voor zijn rechten en meestal denken we dan ook aan agressie. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus je kan ook voor je rechten opkomen of voor jezelf opkomen in liefde. Dus als je bijvoorbeeld de anderen vertelt hoe jij je voelt bij een bepaalde situatie, dan kan je de ander je dit niet kwalijk nemen en zeker niet als je het op een liefdevolle manier zegt.
Als je niet de anderen de schuld geeft. Als je gewoon ja, een begrip vraagt. Ja, dan kan de ander je helemaal niets kwalijk nemen. Het kan ook zijn dat je dus voor anderen mag gaan opkomen. Je mag ja, ook op een liefdevolle manier anderen verdedigen. Of goede daden doen dus om mensen te helpen. Dus ja, het gaat er dus om dat je het onrecht eigenlijk bestrijdt op een liefdevolle manier. Dus niet met agressie, niet met discussies, niet met geweld, maar op een liefdevolle manier. Dus probeer eventjes voor jezelf uit te zoeken wat dat kan zijn. En ja, verdedig de ander en jezelf, kom op voor jezelf. Maar doe het liefdevol. Dat is wat boodschap nummer 2 ons zegt. Dan hebben we kaartje nummer 3. En dat is deze. Deze is al veel naar voren gekomen deze week. Dus het reinigen van je ruimte, het reinigen van je energieveld. En hier hebben we dus weer reinigen van je energieveld. Dus ja, het is belangrijk. Waarschijnlijk, er zit hier een haartje. Dus waarschijnlijk komt dit dus omdat er dus inderdaad op dit moment echt heel veel negativiteit naar voren komt. Met alles wat er in de wereld gaande is. En ja, bewust of onbewust ja, sluipen we dat op. Ook mensen die erover praten, mensen die bang zijn, mensen die negatief zijn. We zitten ook nog zelf met onze eigen negatieve gedachten en overtuigingen. Waar we nog aan werken. En wat je natuurlijk goed doet. Je bent goed bezig, maar er zijn inderdaad misschien nog dingen die je dus mag verwerken en waar je mag aan gaan werken. En ja, er komt dus heel veel negativiteit op ons af en als hooggevoelig mens zijn we extra vatbaar om dat dus in ons op te nemen. Dus het is heel belangrijk om ons energieveld te reinigen. En ja, dus hoe kan je dat nu doen? Dus ja, je kan in de eerste plaats kan je dus zorgen dat je dus ja, een beetje het negatieve nieuws vermijdt. Misschien is het goed om niet meer naar het nieuws te kijken. Of misschien is het goed om positieve gesprekken op te zoeken. Dus bij positieve mensen. Probeer zoveel mogelijk positief te denken. Ja, je kan heel wat manieren gebruiken om negativiteit uit je leven weg te houden. Het betekent niet dat we onze ogen ervoor moeten sluiten, zeker niet. Maar we kunnen ook ons omringen met mooie zaken, met liefdevolle zaken, zoals gezond eten, dingen doen waar je blij van wordt, je hobby's uitoefenen. Noem maar op, alles wat positief is. Je kan ook je energieveld gaan reinigen door middel van salie of palo santo. Dat is ook een manier, dus met de rook dus door je energieveld te gaan. Je kan ook een bergkristal bij je dragen, dus om de energie te reinigen. Je kan natuurlijk ook hulp vragen. Hier staat er op aartsengel Metatron, dus je kan hulp vragen aan aartsengel Metatron. Want aartsengel Metatron heeft zo'n kubus waar hij dus je chakras mee kan reinigen. En dus ook je energieveld kan reinigen. Dus je kan dat ook vragen aan aartsengel Metatron. Maar ook aan aartsengel Michael, om dus alle negativiteit uit je energieveld te verwijderen. Dan kan je hem vragen om je te omringen. Met zijn blauwe mantel, dus om je te beschermen tegen negatieve energie. Dus het is ook iets wat je kan gaan doen. Dus mooi dat deze kaart weer naar voren komt. Het is dus echt wel heel belangrijk dat we dit gaan doen. Dan hebben we kaartje nummer 4 en dat is deze. Dat is een extra kaartje dat ik dus gekregen heb. En dat is vertrouw op je eigen gevoel. Dus ja, je ziet hier ook duidelijk de engel die dus luistert naar haar hart.
Het hart staat veel voor ook het gevoel. Soms zeggen we luister naar je hart of luister naar je gevoel, maar eigenlijk bedoelen we daarmee hetzelfde. Dankjewel, lieve engelen. Vandaag kies ik ervoor om mijn intuïtie te vertrouwen en naar jouw leiding te luisteren. Dus misschien heb je inderdaad bepaalde dingen doorgekregen of zegt je intuïtie dat je bepaalde stappen mag nemen of bepaalde dingen mag doen, bepaalde dingen mag eten, kan natuurlijk ook. En ja, hier is er misschien ook weer die twijfel aanwezig van het ego, die dus zegt van, ja, zou je dat nu wel doen? Is dat wel waar? Misschien verbeeld je het je dat je het doorkrijgt. Misschien is het geen boodschap. Ja, we kennen het ego en het ego doet ons altijd twijfelen, of meestal toch. En ja, deze kaart is echt wel een teken dat je dus mag gaan vertrouwen op je intuïtie. En dat, ja, dat het zeker de waarheid is wat je doorkrijgt. Dus zet die stappen, luister naar wat je doorkrijgt. Want het is heel belangrijk dus om je vooruit te helpen. Dus dat was boodschap nummer 4. Dat waren dus 5 boodschappen voor deze week. Ik wens jullie alvast een hele fijne en zonnige week toe. En tot volgende week. Dag!